kom je nou? We zijn bij de dierenarts, Joelle is naar de tandarts, want er komt een kadaver nog uit de mond, met maaien en alles. En we gaan het nu ophalen. Kom mee. Niet wegdrukken, hè? Ja, pak dat ding maar. Ik heb net gevreten, dus... Eens even kijken waar die is. Hallo. Hallo. Ik kan zo wel horen. Yes. Is jou klaar? Ja. Heeft hij zich gedragen? Weet ik niet. Mm. Ik ben vanmorgen niet jij geweest. Ah, oké. Okay. Dit zijn de tandjes. Ik denk niet of jullie ze willen hebben. Ja. Hoeveel? Er zijn er één. Wat schrikt niet? Dat schrikt niet. Hoeveel heb je eruit getrokken dan? Keken. 13. Niet. Oh, dat vind ik wel heel erg fel hoor. Kijk hier. Ja, het is al op. Ja, mijn hond, hoeveel tanden heeft hij dan niet? 40? Hoeveel tanden heeft hij nog over? Hij heeft wat te bieten. Ja, dat is waar. Heeft hij je gebeten? Nee. Dit is eentje was hier. Zelfs een hoektanden zijn eruit. Nee. Waar kruisjes staan, hè? Dit is de onderste kant, daar staat nog niks meer. Zijn voortanden. Zijn de onderste voortanden. Dus hij had geen voortanden meer. Die mogen wij. Oh, wat erg. En dat is pas 4 jaar. Wat een toestand. Dat is het grommend. Nou, wat het punt is, als je de hoektanden gaat trekken, want één was ook al zover dat hij behoorlijk bloot lag, het ding. Als je die trekt, dan gaat dat tongetje eruit hangen. Dat willen we dus nog niet bij een 4-jarige. Dus dat hebben we zoveel mogelijk vermeden. Het is wel zo, als hij heel diep slaapt, kan het zijn omdat hij geen voortanden heeft, dat hij het tongetje naar buiten gaat. Oh, dat vind ik wel lief. Sorry. Nou, ik wil mijn hond zien nu. Wat gebeurt? Ja, ze ligt daar heel goed. Of hij ligt daar heel goed. We gaan eerst van alles gaat ze je uitleggen en dan... Ja, zij heeft betaald. Ik ga wel even bij mijn hond. Dat is goed. Nee, wacht nog even. Jawel, betaal nog maar. Ik wil samen. Ja, drek. Ik film dat toch. Nee, je pracht, je bent niet. Schrik niet, er zit bloed op, hè. Want we kunnen natuurlijk niks zonder bloed weghalen. Och, schattenboot. Joey. Poppetje van mama. Oh, schepte. Hey, meis. Heeft hij je gebeten? Nee. Was hij wel lief met dat spuitje? Ja, dat was weinig aan. Wat een wonder. Oh, germkes. Hallo. Oh. Het is allemaal een beetje viezig en vochtig, maar laat het eventjes allemaal betijen. Want ja, doordat ze dus nou nog wat bloed verliest, slikt ze ook slikt dan ook de helft naar binnen. Nou, het is net als ik, ook een transseksueel. Dat is niet. Echt waar. Die kan ze dus, die maag, die kan dan niet zoveel verdragen. Dus daar zit bloed in en daar word je al misselijk van als je dat zelf zou hebben. Ja, en dit zal die voorlopig even doen. Je zegt steeds ze, hè? Ja, dat kan is... Kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ze ziet er zo... Vrouwelijk uit. Zo zeurig uit. Ja, ik verkleed hem wel soms als een meisje. Want ik heb roze truitjes ja, en zo. Dat bedoel ik. Ja, en de naam zegt het al, Jewel. Ja, dat is ook al. Ja. Oh, Joeyke. Ik heb ook de nageltjes eraan geknipt. Oh, die waren iets wat aan de lange kant. En dan meen ik ze toch niet... Ze, hij, niks van. Oh, en dat zit gewoon bij de prijs, neem ik aan. Dat is klant... Schat, Rees, kom eens kijken. Want lopen doet hij nog niet. Nou, hij ligt daar gewoon half dood hoor. Maar ik durf hem, hij gaat niet lopen. Nee. Ik heb extra zijn mandje meegenomen, zodat hij dadelijk gewoon in zijn mandje kan liggen. Dat is het beste. Hé, poppetje. Schat, hallo. Nou, volgens mij is hij ook een beetje beledigd. Ja, hij zal wel beledigd zijn nou op ons, schat. Zoals ik hem zie kijken, is het ook een beledigings... Ja, hij is kwaad. Serenade. Ja, dat is hem al. Maar hij heeft gisteren nog gedekt. Dus hij zal wel nou goede zin hebben. Wie heeft die
Nou, de overbuurvrouw kwam en die zat meteen vast. Ik heb een kwartier moeten wachten tot hij weer los was. Zo. Ja, dus we kregen puppies. Oh, we kregen puppies. Ja, die praat je van de jongen. Ja, precies. Hij kan niet lopen, hè? Nee, soms wel. Kom uit je wel. Draag hem op, kom hier. Pak jij hem maar. Hij zou best kunnen lopen, maar... Kijk, dat hij je niet bijt, hè? Want het laat hem niet vallen. Oh, germkaas. Nee, ik vind hem te vies om aan te raken. Misschien kijk je allemaal die dingen erop. Oh, hij had het tongetje eruit. Wacht even. Doe toch normaal, hoe is dat, man? Oh, poppetje. Lukt het nog? Oh, wel mooi schoongemaakt, hoor. Ja, het eigen polijst. Maar je moet het bijhouden. Maar blijft dat tongetje nou altijd zo eruit? Nee. Dat is echt alleen als hij slaapt. Dan is de relaxstand. Ah, oké. Okay, ik neem daar zo'n doekje mee. Dan kan ik, als hij het bloed, dan kan ik... Oh, is dat geen belletje? Ja, dat is zo'n... Dat neemt ook van één kant. Ja, precies. Doe dat even zo. Oh, en hier ligt een konijn. Oh, wat weet ik veel. Tongetje eruit. Ja, leuk, hè? Leuk. Ik vind het wel leuk dat die tongetje eruit heeft. Oh, mijn poppetje van mam. En je pijn? Met de bedjes. Hm? Vandaag hoeft hij niet aan morgen. Ja. Gisteren was hij nog een flap, hè? En nu is hij helemaal kapot. En Alex is dan zeer eenvoudig voor de zeven. Maar het is allemaal een 100 keer niet te doen. Goh. Dankjewel. Duur grapje, hè? Even een paar tanden trekken. Ik wil gewoon... Ik zeg het al, ik had beter zelf die tanden kunnen trekken, hè? Och, met een pincet. Want volgens mij zaten die echt heel los aan. Dan wil je volgend jaar nog een puppen bij hebben. Die hoek daar, of die kiezen niet, die zaten ook wel onder de tandsteen. Maar daardoor niet op. En dan flink in de raam. En een hondentand zit anders in elkaar als een mensentand. Maar ik zie hier gewoon een mooi tandje zitten. Waarom heb je die dan eruit gehaald? Ja, die zou al bloot hebben liggen. Kijk, die is mooi wit. Ja, maar die was los. Die zat helemaal tot de metaal los. Dat zei je zelf al. En dat zat vastgeplakt met de tandsteen. 80. Deze, snap je wel waarom die eruit moest? Wat is dit van tand? Dat is wel een bunt van hebben. Ja, is dat. Oh. En zo zijn er meerdere. Dat is ook. Oh, wat een kleintje. Ja, die gaat mogen bij jou ook. En de rest plakt vast. Die eerste, die voortanden, ja, die zaten allemaal. Daar kon je echt zo ping, ping, ping. Maar kan ik niet even kijken, hè? Jawel. Of duur hem dat bij. Ja, dat was heel rustig, maar. Ja, we zitten van de week toch even. Zo doet hij weer. Het eten. Denk dan. Vanavond een klein beetje. Ja. Ja. Dat was het dan weer voor vandaag. Goedemiddag. Drinken, pas u laat. Dat is het ermee ook gedaan.